Zo, welkom. Mijn naam is meester Mark en we gaan vandaag trainen. Maar dat ga ik niet alleen doen, want ik heb twee toppers bij me. Yes! Yes, daar zijn ze! Bam, bam. Juist. Ik ben Lisa. Hoppa, ik ben Max. En deze twee gaan vandaag met ons meedoen. Letten jullie ook op? Hé, hey, en Pepijn, let je ook eventjes op, want we gaan vandaag heel leuk sporten. Zorg ervoor dat je wat ruimte maakt. Goed zo, Lisa. Kijk. En, belangrijk, water en een handdoek. Alle speelgoed weg, laptop dicht. We gaan vandaag heerlijk sporten. Nee, je laptop moet open blijven, anders zie je ons niet. Heel slim, heel slim. Zijn jullie klaar voor? Yes. Ja? Goed. Geen blessures, geen pijntjes? Nee. Helemaal gezond. Oké, okay, ga ik jou adviseren om misschien eventjes de schoenen nog uit te doen. Zorg ervoor dat je wel goede schoenen aan hebt, jongens, want anders kunnen we misschien een pijntje krijgen. Ja, gymkleren. Ja, we kunnen ook gewoon meedoen zonder gymkleren. We moeten altijd wachten op jezelf, hè? Ja. Altijd weer wachten op jezelf. Ja, Max, jij bent altijd super traag. Ja. Wel leuke sokken aan. Ja, dat is een heel mooi hip. Nou, ik zal je een klein verrassingje vertellen. Voordat ik docent ben geworden, dan ben ik militair geweest. Dus we gaan vandaag een leuke militaire oefeningen doen. Yes. En drillen. Ja. Zijn jullie klaar voor? Ja. Jullie ook? Ja, ja, helemaal. Oh, oké. Okay. Dan gaan we beginnen. En dat hoort natuurlijk bij een militaire dienst. Is jumping jacks. Dus we beginnen zo meteen met wijsprong. En weer dicht. Yes. Dus. Jumping wat? Jacks. Yes. Waarom dus heet het jacks? Nou, omdat de militairen in Amerika vaak jacks heten. Dus. En gaan we proberen wat versnelling te doen. Yes. Dus we gaan wat sneller gaan bewegen. Hoppakee. Goed zo. Doe maar mee. Kom maar. Als dit te zwaar is, zet je één stap naar buiten en de andere kant op. Dus springen op deze manier. Keurig. Goed blijven ademen. Ja, je hebt het wel zien. Gaat lekker, hè? Ik ben niet zo sportief. En mocht je nou een gladde vloer hebben en je merkt dat de sokken net iets te glad zijn, uitdoen. Yes? Maar voor hier zijn sokken ideaal. Juist, heerlijk. Oké, okay, gaan we naar de volgende oefening. Yes, kijken jullie mee? We gaan zo meteen naar voren, naar beneden en terug. En de andere kant. Belangrijk is, borst omhoog en dat je de knieën niet op de grond komt. Dus we blijven netjes van de grond af. Dit heet toch lunch? Dit heet inderdaad lunch. Ja. Lunch? Maar niet die lunch met die boterham, hè? Nee, nee, nee. Deze hebben we gehad bij meester Bram over bij gym. Oh, lunch. Lunch. Lunches, lunch. Ja. Probeer, belangrijk is dat je op heel je voet blijft staan en dat je vanaf daar ook omhoog duwt. Dus wat heb je? Ja, kijk. Veel beter. Maar probeer je hak in de grond te houden. En je moet toch ook je knieën boven je voeten, dat zijn. Inderdaad. Maar doe het dan ook, hè? Yes. En deze is gewoon heel goed voor je coördinatie van je bovenbenen. En dat je daarom gewoon kracht hebt. Mocht je willen voetballen, spelen, rennen. Ideale oefeningen. Yes. Gaan we naar de volgende oefening. Het begint al een beetje warm te worden. Ja. Let op, zo meteen voor het hout achter jou. Dus we gaan de armen draaien. Lekker naar achteren toe. Lekker rustig aan. Lekker, hè? Ja, heerlijk. Stijg je al op, Max? Ja. Ga heel snel. Goed zo, inderdaad. We gaan versnellen. Juist. En mocht je dit te zwaar vinden, doen we het gewoon wat rustiger aan. Het is belangrijk dat je gewoon mee kan doen met ons. En we gaan naar voren toe. Juist. Lekker rustig aan. Nu ga ik naar beneden, denk ik. Ja, dat is mooi, want dan ben je weer terug in het leslokaal. Oké. Okay. En dan komt hij, jongens. We gaan jezelf knuffelen. Dus vanuit buiten even vastpakken en weer omhoog. Buiten en omhoog. En natuurlijk zijn we militaire dienst helemaal niet zo lief. En dan zijn we wat strenger. We beginnen gewoon vandaag rustig. Houd je het nog vol? Houd je het nog vol? Ja, toch? Dus... Dankjewel. Ja? Goed hoor. Max, hoe ga jij? Ja, goed te doen. Goed ja? Te doen. Mooi. Dan gaan we nu zorgen dat die hartslag wat omhoog gaat. Dus we stoppen met knuffelen. Dus we gaan de knieën in de lucht doen. En zorg dat je handen meegaan. Juist. Kijk. Dit is waarom. Danspasjes. Dit gaat goed thuis. Kom, en we gaan proberen die knieën wat omhoog te doen. We gaan proberen die knieën wat hoger en die handen wat mee bewegen. Veel hoger dit. Probeer maar eens te versnellen. Bijna goed, hè? Bijna goed. Die handen nog mee. Probeer die handen mee te doen, hè? Zo, hè? Hop, hop. Juist. Heerlijk. Ik vind dat jullie het heel goed doen. Zijn we al een beetje warm? Ja, ik ben kapot. Nu al? En we moeten nog beginnen. Ja. Ja. Was dit de warming-up? Dit was de warming-up. Jeetje. Ja. Ik ben wel warm. Ja? Ja. Oké, okay, dan gaan we nou gewoon een hele leuke oefening doen. We gaan zo meteen op één been staan.
Dus je gaat zo meteen staan. Probeer met je voet omhoog te komen. En we gaan de knie omhoog. En vervolgens ga je daarna, maak je lunge naar achteren. Ja. Dus nu stap je door naar achteren. Ja, ja. En dan gaan we weer omhoog. We halen allemaal aan de linkerkant. Dus voor jullie de linkerkant gaat de knie omhoog. En we gaan vervolgens naar beneden. En dan komen we omhoog. Vind je dit te makkelijk? Versnel je. Dus ik kijk even met me mee. Het is vanuit hier gaan we knie omhoog. Naar achteren. Zorg dat je knie niet aanraakt. En we gaan omhoog. Juist. En we gaan nu naar het rechterbeen. Yes. Keurig. Heel goed. Netjes. Hey Pepijn. Dat doe je goed, jongen. Zorg ervoor dat je net eventjes die voeten... Inderdaad, met de voorste voet moet je blijven staan. Keurig. Ja, dit gaat goed. Ik kan wel zien dat jullie wel gewoon... Kijk. Oké. Okay. Yes. En dan gaan we nu, de volgende, gaan we weer de lunge. Die hebben we net ook gedaan als warming-up. Maar wat we nu gaan doen is even... Staan. Knie mag nu wel de grond raken. Yes. Dan gaan we even kleine bewegingjes naar links maken. En die core, span die buikspieren aan. Die zijn echt super belangrijk omdat je veel zit. Dus even korte bewegingjes. Juist. Eén kant op. Linkerkant op. Juist. Korte bewegingen. Voel je hem al? Ja. En wat je natuurlijk hier nu heel goed kan zien is dat hij stopt met ademen. Maar de bedoeling is om wel te blijven ademen. Want anders krijg je van die hele leuke rode wangen. En dat is pas voor later in de les. Yes. En we gaan nu naar de andere kant. Dus we stappen de andere kant uit. Juist. Doen soldaten dit ook? De soldaten doen het ook als opwarming. Omdat het heel belangrijk is als militair dat je gewoon goed getraind bent. Hè? Zodat je een rugzak kan dragen. Of dat we uit tanks moeten rennen. Of ja, net zoals wat ik ben geweest is parachutist. Dus we moesten vaak uit vliegtuig. En dan moet je ervoor zorgen dat je gewoon heel je lichaam getraind is. Spring uit de lucht! Ja. Uit de... Wow. Ja. Heb je hier zo'n pakketje op? Ja, voor je, achter je. Yes. En daar gaan we. Ben je wel eens bang dat je parachute niet uitgaat? Dat was ik vroeger wel, ja. Ja? Ja. Maar je ziet het, ik ben er nog. Oh, ja. Ja. En gezond nog. Je ja? kan al die dingen nog doen. We gaan naar de volgende oefening. Kijk goed met me mee. Ik laat hem eventjes aan de zijkant zien. Zet je zo meteen je handen neer. Je knieën onder je heupen. Spant dit goed aan. En je komt met je knieën wat van de grond. Yes, dus jullie mogen het ook zo gaan zitten. Dus voor jullie. Handen onder de schouders. Knieën onder de heupen. En je tilt je tenen wat. Juist. En wat voel je nu? Ja, kramp. Kijk, dat moeten we hebben. Als het gaat trillen, is het goed. Waarom doen we dit? Omdat ik gewoon wil dat jullie core gewoon heel sterk gaat worden. Wat is je core? Hier, je midden. Dus je buik, je rug, je zijkanten. Buikspieren, ja. Geen sixpack. Nee, ik heb te veel Magnums gegeten, jongens, de laatste tijd. Wat toen je in het leger zat, dat je toen wel sixpack. Ja. Ja, toen trainde we. Ben je dan ook sneller beneden als je uit een vliegtuig springt? Dat, als je zwaar bent wel, ja. Hier is, oké. En de knieën mogen weer even op de grond. Ja. Is het zwaar? Ja. Vinden jullie het zwaar? Ja. Beetje, maar die anderen waren zwaarder. Ja? Nou, dat is mooi. Gaan we nog een keer. Dezelfde positie. En belangrijk is dat je echt gewoon nu je knieën omhoog. En dat je rug recht probeert te houden. Dus voor jullie. Zitten in de grond. Knie onder de heupen. Tenen. En we houden hem sterk. Gewoon lekker naar beneden. Blijven ademen. Zij ook hoor. Ik vind toch, kijk bij de militaire dienst zijn de vrouwen ook altijd gewoon heel sterk. Maar dat zien we hier ook. Yes, en rust. Ja, gaan we weer lekker staan. Ja. Goed, je doet het goed, hè? Hey, geef weer een applausje voor. Jij doet het ook goed. Yes! We gaan nu naar het echte werk. Oh, ja. Dat was nog niet het echte werk. Nee, we blijven maar. We gaan gewoon opbouwen. We gaan zo meteen weer in deze leuke positie. In die positie die we net gedaan hebben. En wat we nu gaan doen, is kleine stapjes naar voren toe. Vier en weer terug. Als dit te zwaar is... Blijf je, doe je gewoon één stapje naar voren en één stapje weer terug. Yes, belangrijk is, rechterbeen, linkerhand en andersom.
tijger dacht ik aan. Juist, tijgeren. Tijger. Dat is mijn lievelingsdier, tijger. Begin je rechts of links? Wat jij wil vandaag. Probeer je knieën niet de grond aan te raken. Dus op je tenen en op je handen. Nou zei ik, het is geen tijger. Dan noemen we dit de apenkrol. Juist, we kunnen gewoon geluiden maken. Doe dit ook gewoon lekker thuis, hè? Ja. Ja, want het gaat om dat we plezier hebben in sporten. Juist! Ik hoor jullie hier. Hoor je zo? Ja. Juist! Ja. Oké. En we pakken even rust. Hè? Ik zie dat het gewoon de gezichtjes al wat rood worden. Gewoon even een beetje rust. Heb je al dorst? Nee, nog niet. Nou, dan doen we nog één oefening. Goed. Ja? Ga dan even aan de zijkant alvast voor de kijkers thuis, kunnen ze installeren. Ah, ja. En daarna gaan we doen. Gaan we weer op de handen. En wat we daarna klein doen, is kleine sprongetjes. Yes? Dus, installeer je. We noemen deze de jumpings. Mark's jumpings. Yes? Oké, okay, wat? Mark jumpings. Mark jumpings. Jumping jacks. Mark jumpings, yes. Dus, voor jullie de handen. Je mag het matje inderdaad neerleggen. Dus 1, 2, 3. Blijf ademen. Ja. Inderdaad, jullie zijn heel goed bezig. Keurig. Probeer goed je voeten bij elkaar te houden. Juist, en het is eentje naar links, midden, rechts. Kijk, mooi synchroon. Oké, en we komen weer omhoog. Ze hebben het zwaar, jongens. Ze hebben het zwaar. Houden jullie het vol? Nu mogen we water drinken, toch? We zijn nog even vermoed. Ja, inderdaad. Dus pak even snel wat water. Ga naar de wc. Oké, doei! Oké, en voor jullie thuis, mocht je al je water gepakt hebben, probeer ervoor niet te smokkelen. Ik weet het, het is zwaar. Maar we gaan ervoor zorgen, door goede uitvoering, en ik zie jullie, dat we hier gewoon sterker van worden. He, ook bij militairen is de techniek belangrijker dan half meedoen. Want daar krijgen we blessures van. Hey, en dat willen we niet. Gedronken? Bij de wc geweest? Ja. Oké. Waar gaan we zo meteen mee beginnen? Dat had ik jou te vertellen. Nou, dan ga ik dat terug tegen iedereen lekker vertellen. We gaan beginnen weer met jumping jacks. Oh. Ja. En probeer maar eens 30 herhalingen. Wat? Tel je hard op. Thuis meedoen, kom op. 7, 8. Juist, gewoon meedoen. 10, 11, 12, 13. Jullie doen zo alles tegelijk. Ja. 16, kom op, thuis meedoen. 16, even volhouden. 17, 18, 20. En dit doen we om ervoor te zorgen dat je hartslag omhoog komt. Daar krijgen we energie van. He, zometeen dan kan je gewoon weer hierna je les volgen. Hoeveel zitten we? 30! 29, 30, juist. Heel goed, Pepijn. Dit is super. Oké, gaan we naar de volgende. Gaan we weer de knieën. Ja, gaan we rennen op de plaats. En daarvoor zorgen die handjes goed mee. Oké, en hier gaan we er 40 van doen. Max, stel jij? 10 gehad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ik hoor je niet, Max. 12, 13, bij militaire 14, dienst, 15, juist. 7, 8, 9, 10, 11, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Kijk, dit is teamwork. 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 40! 27. Volgens mij had hij er nog 2 te weinig, hè? We hadden al 10 gehad. 1, 2. Kijk, super. Inderdaad, het gaat erom dat je het ook allemaal doet. En ik weet, het is zwaar. Maar ja, dan gaan we. Zullen we even weer een rustige oefening doen? Ja. Oké. We gaan weer op één been staan, maar we doen onze ogen dicht. En we proberen zo meteen op één been staan. Knie omhoog en dit even vaststaan. Dus voor je zijkant vul je mee. Je staat zo meteen op je rechterbeen. Met je ogen dicht. Mag je handen gebruiken. Voor mij is dat wat lastiger als mannen. Je blijft zo 10 seconden staan. Lukt het niet, doe je gewoon je ogen open. Knie hoger, mag veel hoger. Juist. En wat je hier heel ziet, hè, is dat je aan één kant gaat hangen in zijn heupen. Probeer, juist. Heel belangrijk is dat je hier op je houding let. Dus eigenlijk, hè, één been en dat je recht blijft staan. Dus je knie komt omhoog. En mocht dit moeilijk zijn met je ogen dicht, maar wel met je ogen open, dan doen we het gewoon met je ogen open. Wil je handen gebruiken als een vliegtuig of omhoog, mag dat. Maar het belangrijkste is dat je heupen, deze, recht blijven. Andere been.
goed, hè? Dat is een vliegtuig net. En heerlijk, hè? Heerlijk die rust, hè? Oh. Ik ben ook klaar. Ja? Ja. Nou, super. Gaan we lekker weer naar de volgende oefening, want... We kunnen wel weer. Ja, hè? Oké, we gaan de voorlegsteun. Heel belangrijk bij de militairen is de voorlegsteun. Dan kunnen we push-ups doen, maar vooral gaan we vandaag eventjes zo vasthouden. Dat noemen we planken. Dus kom er maar naast staan. En ik draai eventjes om voor jullie. Het belangrijkste is in een plankpositie. Handen boven je schouders. Billen goed aanspannen en je core. Dus niet zo of zo als een of ander heel slecht matras. Nee, op deze manier. Zo goed, is het recht? Ja, mag je je billen nog een beetje aanspannen? Kijk. Jij mag nog iets hoger met de heupen. Hoe voelt die nu? Makkelijker. Haha. Mocht het nu te makkelijk zijn, dan mag je je handen iets verder voor je schouders zetten. Dat is zwaarder. Juist, inderdaad, dat is zwaarder. Dus daag jezelf uit. Mocht het te zwaar zijn, mag je ook zelfs op je ellebogen. Dus als dit te zwaar is, leg er gewoon je ellebogen neer. En hou dit eventjes vast. Keurig. Ik doe gewoon vandaag met jullie mee. Ja, maar jij gaat op je ellebogen. Dus oké, nou dan corrigeer dat. Doe de handjes nog van de voren voor jullie. Kijk, doe maar mee als het lukt. Maar belangrijk hier is de houding. Oké, en kom maar weer. Even staan. Kon je niet meer? Nee, ik kon niet meer, jongens. Schudden de handen uit. Gaan we weer terug in de voorlegpositie. Hoppakee. Wat we nu gaan doen, mensen, is één hand de lucht in en je andere been. Andere kant op, andere kant, andere been. Kijk goed. Juist. En deze mag van de grond. En dan gaan we weer terug. En dan doen we 20 keer, als het lukt. 20? Ja, en daarna doen we 20 keer naar de andere kant. Mag, voor jou. Ja, kijk. Heel goed, hè. Als het te zwaar is, doe je het gewoon op je ellebogen. Probeer weer helemaal terug in de voorlegpositie, hè. Juist. Heel goed. Ik kijk nu met jullie mee. Ik doe de 10, oké? Ik ook. Kijk. Samen is 20. Ja, inderdaad. Bij militaire dienst is het natuurlijk samenwerken. Jezus. Maar vandaag doen ze er nog gewoon 10 extra. Lisa, ik die andere team. Kijk, dit is teamwork. En dit is ook gewoon wat we bij militaire dienst willen zien. Oh, ik ben alvast begonnen. Wie eerst tot de 10 is? 2, 3. Je gaat net zo snel. Lisa, wat vind je hiervan? Eerst wil die samenwerken en nu maak je er een wedstrijdje van. Ja, ABC kamp mee. Maar jullie niet. Jullie niet, hè? Jullie gaan gewoon door. Super. Nog 3 thuis. Ja, nog 2. En de laatste. Keurig. Oké, schudden we weer even uit. Ja, ik vond het wel knap van jou, Max. Ja? Dankjewel, die zelf niet sportief van jou. Nou, mogen we op jullie rug gaan liggen? Zo? Op je rug, ja. Inderdaad. Wat we ook bij militaire dienst wel eens doen, is duiken. En dan hebben we van die flippers om onszelf voor te verplaatsen. Dus wat mogen ze doen? Je legt je handen onder je onderrug. Yes, de billen op de grond. En je doet zo meteen met je benen flippers maken. Juist. En die gaan we op en neer, boven de grond. Juist. Kom maar. Ja. Juist. Hier is het heel belangrijk dat je op je techniek let. Hier krijg je echt een sixpack van. Juist. Kom op. Hoe lang moet dit? Ja, bij militaire dienst doen we dit meestal gewoon 5 minuten, dus... 5 minuten? Nee, grapje jongens. Wow. We gaan dit door fietsen in de lucht. Fietsen, oh, juist. Ja. Belangrijk is wel dat je je hoofd op de grond legt. Anders krijg je heel erg last van je nek en dat willen we niet. Techniek is belangrijk. En aangezien Max de verkeerde kant op gefietst is, gaan we nu achteruit. Oh. Yo. Achteruit nu. Niet vooruit, toch? Nee, in zijn achteruit. Je weet toch wel, je moet fietsen? Ja, maar niet in de lucht. Ik fiets altijd op mijn fiets. Ja, en nu gaan we weer vooruit. Keurig. Ik krijg niet door bijna voorbij. Hè? Ja. Sowieso. Ja, toch? Keurig. Let op, doorgaan, kom op. Juist, kom op.
En leg de benen maar even neer. Even. Heb je het al zwaar? Ik word nooit in het leven. Nee? Okay. Ik wil ook wel een shoot springen. Ja, dat kan altijd. Oh, oké. We gaan weer beginnen. Wat gaan we als volgende doen? We zetten de knieën achter de heupen. En we gaan nu kleine push-ups beweging maken. Gewoon half. Niet naar de grond toe. Gewoon kleine bewegingen. Wat belangrijk is dat de knieën achter je heupen zijn. Zodat je recht naar beneden kan. Halve bewegingen. Ja, en nu zakken. Juist. Keurig. En bij militair dienst doen we er altijd 50 stuks. Echt niet? Ja. Dat is een heerlijk getal. 7. Ik hoor je thuis niet meetellen, kom op. 9. We gaan er gewoon inbrengen dat als we iets gaan doen met getallen, dat we gaan schreeuwen. 1. 4. Kom. Hè, samenwerken. We willen gaan. 40. Ja. 50. Ja, en we moeten er nog 20 volgens mij. Ah. Kom op. En als je het zwaar vindt, hè, rust gewoon heel even uit. Schud die armen even los. En dan gaan we weer verder. Want opgeven zit er vandaag gewoon niet in. Hè, we hebben nog heel even de tijd, dus daar gaan we gebruik van maken. Hoe zitten jullie? Ik hoor jullie niet meer. Ja, en, zie je terug. Wat we ook eigenlijk doen, militairen, als we iemand niet horen tellen, beginnen we weer bij 1. 43. Dus, hoor ik vanaf nu, hoor ik jullie gewoon elke keer, hè? Hard op. 46. Juist, dat willen we horen. Kom op. Ik wil je thuis horen. Ik wil je thuis horen. Kom. 49. 50. Oké, die armen weer uitzwaaien. Gaan we weer op onze rug liggen? Gaan we weer flipperen? Nu weer? Ja, meteen door. Ja. We gaan nu het einde van mijn les. Dan gaan we wel eventjes natuurlijk het maximale eruit halen. Kom op, Pepijn. Hup, flipperen. Wie is Pepijn? Huh? Zie je niet? Pepijn daar, die is een beetje aan het smokkelen. Ja, Pepijn is smokkelen niet. Nee, die... Het is niet fietsen, het is flipperen. Ja, maar ik doe fietsen. Oké, dan gaan we nu over naar fietsen. Ja hoor, we gaan gewoon over naar fietsen. Belangrijk bij militaire dienst is dat we het samen doen. Dus als er eentje iets anders wil doen, dan gaan we met z'n allen iets anders doen. Zo. Maar koffie drinken, wil je koffie? Dat mag je helemaal niet. Nee, koffie is vies. Ergens. Maar cola kan wel. Oeh, cola. Ik voel mijn core al. Ja? Je buik? Voel je al je buikspier? Ik voel mijn core ook. Juist. Heerlijk dit. Kom op. Super. Oké, gaan we weer staan. Houden we het nog vol? Ja. Nou, dan gaan we beginnen met lekker, rustig draaien. Jullie hebben super gewerkt. Juist. Lekker ontspannen. Hoe vonden jullie zo de eerste les? Ja, zwaar wel. Ja, maar goed ook. Oké. Doe een rechterarm voor je lichaam. En doe je met deze arm, trek je hem iets naar beneden, waardoor je een rek voelt op je schouder. Voel je hem? Ja. Hoger. Dan ben je gewoon lekker eigenwijs vandaag, hè? Doen we de andere kant. Doen we de hand. Kijk mee, doen we zo naar achter, dus voor jullie. Yes, en doe je met deze hand, duw je hem naar achter. Juist, de rek op je triceps. Die wat? Je triceps. Waar zitten die? Die zitten hier. Triceps. Ja. Doe de andere kant. Voor jullie. Hand. En de rekbeweging. Belangrijk is dat je core... Ja, dus dat je niet zo gaat staan met de kont naar buiten, hè, zoals Donald Duck of Katrien Tuck. Maar dat je wel goed recht staat. Juist, kijk. Billen aanspannen, keurig. Doe eventjes de triceps opnieuw, want ik zag bij iedereen dat ze helemaal hol aan het trekken waren als Katrien Tuck. En dat zijn we vandaag niet. En nu de andere kant nog een keertje. Oké. Gaan we naar de voorsteun. Die kennen we nu wel, hè? Voorlegsteun. De wat? De voorlegsteun. Wat heet dat?
de voorlichtsteun. Dit doen we altijd als we niet goed luisteren, maar vandaag hebben we goed geluisterd. Dan doen we deze positie. Dan duw je heup. En dan kijken we heerlijk omhoog. Waar voelen jullie de rek? Onderbuik. Juist, buik, onderrug. Die hebben we vandaag goed belast. Dus je mag zeker eventjes dat rekken. Oké, dan gaan we helemaal naar achter en ga je op je hakken zitten. Voor jullie ziet dat er dus dan. Zo. Dat is toch een yoga pose? Ja, maar deze werkt gewoon heel goed als je zwaar getraind hebt. En deze kan je altijd doen. Heel de dag door. Yes, en dan gaan we weer in de voorsteun. Dus je gaat vanuit deze positie. Gaan we weer. Juist, je doet goed mee. Vind ik fijn om te zien. En belangrijk is dat we altijd opwarmen en een cooling down doen, omdat we geen blessures willen hebben. Jullie hebben heel hard gewerkt en het is nu tijd om je lichaam eventjes tot rust te brengen. Ja, mogen we gaan staan. En gaan we de laatste rekoefening doen. Kijk goed mee. Zet je hak in de grond en je leunt met je gewicht en dan je langzaam naar beneden. En waar voel je hem dan? In de hamstrings. En al die voetballers die nu meekijken, jongens, deze spieren moeten goed gerekt zijn, want anders kunnen we geen bal trappen. We gaan naar de andere kant. Juist, lekker ademen. Oké, jongens, jullie hebben super gewerkt. Jullie ook. Thanks. Bedankt. Jij ook. Doen we een Bluetooth high five? Doei. Jullie plop. En wat we erin gaan brengen, als we de les hebben gedaan, dan doen we de houding. En dan zeggen we bedankt. Bedankt. Juist. Bedankt. Dankjewel, meester Marek. Hoi, hè. Doei. Wow, ik vind het echt vet. Oh, hij is goed, hè? Hij is zwaar, man. Ja, hij was parachute springen, hè? Ja. Hij ging vanuit de helikopter helemaal springen. Ik zou het echt niet durven, jij wel? Ik zou het wel heel vet vinden. Ja? Ik zou het niet durven, denk ik. Zal ik je duwen? Nee. Maar ik vond het wel lekker eigenlijk om te doen dit, hoor. Ja, ik heb dorst. Ik ga drinken. Tot de volgende keer! Doei! Ik ga nog even oefenen. Oké, doei!